Ze maken goed. Ja. Ik doe dit vanaf dat ik 7 ben, denk ik al. Op een gegeven moment groei je eruit als volwassene. En ik misschien niet. Ik wil eigenlijk architect worden, maar bij de kunstacademie ben ik blijven hangen. Ik denk, kunstenaarschap is veel fijner. Zo. Kan ik meer doen, mijn eigen dingen doen. Zo. Ik kom uit een creatief nest. Moeder is kunstenares en mijn vader arbeidstherapeut. Als kind heb ik al heel veel getekend. Toen ik in Drenthe woonde, altijd boerderijtjes. En was ik bezig met het perspectief. Ik voel dat ik dit werk moet maken. Het is een grote drang om dit werk te maken. Mijn passie is de natuur. Alle dieren en planten en alles wat met de natuur te maken heeft. Het is me gewoon overkomen ook, denk ik. Gewoon. Die drang komt van mijn maatschappij-kritische houding, denk ik. Ik denk dat ik beeldend kunstenaar ben omdat ik geen talent had voor voetbal. Ik maak tekeningen en installaties en sculpturen. Schilderen en tekenen. Dus tekenen is makkelijker om met je ideeën om te gaan. Schilderijen heeft meer tijd nodig. In welke discipline ik val, ja. Ik blijf toch. Ik zeg altijd dat ik architectonische sculpturen maak. Maar dat is ook niet helemaal waar. Ik werk zeg niet via een vaste discipline. Ik schilder, ik maak installaties, video's, fotografie. Dus geluid is een belangrijk aspect van mijn werk, maar ook video, performances, gewoon ruimtelijke installaties. Dus eigenlijk alle vlakken, fotografie. Ik ging naar Maastricht omdat ik graag tekende. Maar ja, ik wou dat tekenen verder zetten en wat ik echt wou tekenen. En tijdens de studie heb ik ondervonden dat wat mijn fascinatie is. En dat ik dat niet alleen kan uitbeelden in tekeningen bijvoorbeeld. Ik maak werk wat meestal direct op de ruimte reageert. En sowieso direct op mijn waarneming reageert. Ik werk vaak met een idee dat ik krijg van een omgeving of een vraag van een museum of een andere plek. Dus ik word gevraagd om een tentoonstelling te maken. En vanaf dat punt ga ik me eigenlijk oriënteren wat de mogelijkheden zijn, wat de speelruimte binnen de tentoonstelling is. En op grond daarvan kom ik met een nieuw concept. Ik wil me niet toespitsen op één ding. Dat is belangrijk aan mijn werk, dat het elke discipline mag hebben. Ik werk eigenlijk altijd in een continu proces, waarbij ik de hele tijd dingen afbreek en weer opbouw. En weer, het is iets wat altijd doorgaat, zeg maar, wat niet direct een einde heeft in een bepaald object. Ik ga mezelf er niet in reduceren of dat ik mezelf belemmer. De standaardmaat van het Nederlands toilet is mijn bouwsteen, die ik nu voor bijna 11 jaar al toepas. Ik zoek graag ook de verstilling op. Mijn werk is ook exotisch, maar het heeft ook iets donkers. Ik gebruik vaak van die streepjes. Door veel mee te doen en tentoonstellingen, et cetera, probeer ik mijn eigen omgeving zo duidelijk mogelijk vorm te geven en te kadreren. Ik ben veel bezig met de schaduwwereld. Ik hou van dingen die dat tegelijkertijd duister en mooi zijn, soort horror en schoonheid samen. Ik denk dat mijn werk een interessante combinatie heeft met esthetica en maatschappijkritisch werk. Eigenlijk werk ik met alle mogelijke media, dus ik zet ook video in of beeldhouwen, houtgips, alles mogelijk. Voor mij, als ik ergens ben, een onbekende plek, ben ik altijd aan het kijken naar de gebouwen om me heen en me afvragen hoe zoiets in elkaar zit en toch afvragen wat ik daarmee kan doen weer in een later stadium. De wereld zoals ik hem zie wil ik reflecteren naar mijn omgeving. Ik heb altijd wel wat met muziek gehad en vooral dan met lyrics. Dus ik gebruikte altijd al muziekteksten die langskwamen in mijn puberteit en altijd in mijn tekeningen. Ik probeer altijd dat het idee en materie op een gegeven moment eigenlijk met elkaar uitwisselt. Er is altijd één element in mijn werk dat organisch is of dynamisch. Het wordt altijd een soort toestand. Ik maak eigenlijk meer toestanden dan installaties. Het is niet één ding wat me inspireert. Eigenlijk is het alles. 'S Nachts, midden in de nacht, weer wakker en heb ik eigenlijk dat moet ik gaan doen. Dus heb ik het ook, ben ik ermee begonnen en eigenlijk niet meer mee gestopt.
En als je opeens zo'n raar gevoel zit, dan denk ik van ja, ik heb iets in handen. Zo. En dat is gewoon heel maf. Ik vind het ook belangrijk dat de materialen die ik gebruik, ik echt zelf gevonden zijn. Op dit moment werk ik meer eigenlijk met, ik noem het tekeningen, maar tegelijk zijn ze toch eigenlijk ook wel heel erg materieel. Er is altijd één element dat niet onder controle is. Je weet nooit van tevoren wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld ene keer had ik 5 spinnen samengezet in een terrarium en de meest dominante spin heeft alle andere spinnen opgegeten. Dus... Je ziet heel veel geometrische vormen terug en ja, toch redelijk formele werken, zo lijkt het dan vaak, maar toch zit er wel vaak een verhaal achter. De materialen die ik gebruik zijn tweedehands, of die haal ik ergens van de rommelmarkt of via marktplaats haal ik tweedehands orgels op en ja, die verwerk ik dan tot een nieuwe installatie of een nieuw werk. Door aan zo'n zulke dingen te komen kun je alleen maar experimenteren en er zijn heel veel kansen dat het mislukt. Waarom word je genomineerd? Ja, ze konden er gewoon even niet omheen. Nee, ik heb geen idee. Moet de jury die vraag niet beantwoorden? Ja, volgens mij is er een paar goede kandidaten bij. Dat is denk ik de jury moet ervan bepalen. Dat kan ik niet zeggen. Ja, dat zou ik echt niet weten. Dat moet je aan de jury vragen. Ja, dat hele winnen is echt eigenlijk helemaal niet belangrijk. Natuurlijk zou het superleuk zijn, maar ik ben echt heel dankbaar dat ik gewoon kan meedoen überhaupt. Ik voel dat ik al gewonnen heb door genomineerd te zijn. Dus het zal me echt de vraag zijn wie dit wint. Het is heel verscheiden, vind ik, de kunstenaars die genomineerd zijn. Ik vind ze wel allemaal sterk. Ook wel heel verschillend, dat is ook wel heel interessant. Ik zie ze niet als tegenstanders, het zijn collega's. Ik vind op zich de keuzes die nou zijn gemaakt, ik vind echt een mooie groep kunstenaars bij elkaar. En, ik vind dat we daar gewoon een mooie tentoonstelling van moeten maken met z'n allen. En we zien dan wel weer.